We staan hier voor het Dr. Savatihuis om de wens van de heer Berenpoot in vervulling te laten gaan. Die wil heel graag Anneke Grunlo ontmoeten. En dat is in het kader van het project Wensen voor Ouderen. Ja, ik had een hele mooie stem. En omdat ik er een keer een foto van haar gezien had, ik denk, nou, dat is een aardige meid. Ja, we zijn begonnen met een vrijwilligersproject. Waarbij we wensen van ouderen uit Amsterdam in vervulling laten gaan en het vastleggen op film. Wat zou je haar willen vragen? Nou, ik zou wel zeggen dat ik haar al adoreren is wel een groot woord, maar ja, ik was wel blij als ik ergens was en dat ik daar naartoe kon. Ja. Maar ik heb nooit geen contact met haar gehad of zo. We hebben net meneer Berenpoot opgehaald. Andere connection busjes van andere locaties zijn ook aangekomen. Als het goed is moet Anneke zo komen en kan het optreden zo beginnen. Heeft u een beetje zin in meneer Berenpoot? Ja. Vindt u het ook een beetje spannend of niet? Oh ja. Ik denk dat ik aan hem gewend ben. Nee. En hier zitten we dan vandaag dankzij Max Maakt Mogelijk, Stichting Vrienden van Amsta en Connection. Nou, het is ontzettend leuk om te zien dat de heer Berenpoot heel erg blij is dat hij Anneke eindelijk gaat ontmoeten. En we vinden het eigenlijk wel heel leuk dat het ook voor veel meer bewoners nu is, dan dat we alleen maar de heer Berenpoot blij maken. Überhaupt het idee dat je zoveel voor elkaar kunt krijgen en zoveel instellingen bereid zijn om ons te helpen, dat is heel leuk geweest, ja. En daar is ze dan vandaag, Anneke Grunlo. Een groot applaus. Brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand beroof je bijna van verstand en dat alles komt. Wat heb je moeten maken? Het is namelijk. Nogmaals, heel veel geluk. Zal, wel niet veel tot ziens zijn, maar nou, je weet het nooit. Je weet het nooit, de wereld is klein, hè? Ja. De wereld is klein. Ja. In the house.